in de vleermuisgrot is een sterfgevalletje. Dat komt uiteraard vaker voor in Blijdorp. Toch wordt zo'n dood diertje niet meteen weggegooid. Er wordt keurig schriftelijk melding van gemaakt. En niet zomaar, want van elk dier dat sterft willen we exact weten wat de doodsoorzaak is. Dat onderzoek gebeurt hier in de dierenkliniek. Meestal moet het dier daarvoor helemaal uit elkaar worden gehaald. Ja, het is wel de bedoeling dat ik alle organen eruit ga halen. Ik ga zo meteen eerst een snee maken op zijn lichaam. En dan kan ik het vel kan ik weghalen. En dan kan ik alle organen er één voor één uithalen en bekijken of ze er goed uitzien of dat ze juist afwijkingen hebben. Ja, en nou is het nog een heel klein vleermuisje. Maar er worden dus ook secties verricht op hele grote dieren. En dat kan af en toe een beetje bloederig zijn. Arjanna wordt er niet meer warm of koud van. Niet meer. In het begin vond ik het wel griezelig, ja. Maar nu, na 9 jaar, ben ik het wel gewend. Je ziet al een deel van de darmen. Hier ligt de blaas. En daar is het andere gedeelte van de darmen. Dat is het hart. Eén voor één worden de organen eruit gehaald. Een hartje, zo groot als een pruimenpiet. En wat is dit eigenlijk? En dat zijn de longen. Hier is de milt. Zo aan de buitenkant zien alle organen er op het eerste gezicht normaal uit. Daarom worden ze ook van binnen bekeken. Ik ga het hart van de vleermuis nu openmaken. Om te kijken of binnen in het hart, of daar alles in orde is. Aan de buitenkant ziet het er allemaal goed uit. Maar het hart heeft kleppen binnenin. En die kunnen wel eens knobbeltjes bevatten. Maar het hart blijkt er prima uit te zien. Net als de nieren en de longen. Alles eigenlijk. Het onderzoek gaat verder. Om te beginnen worden er afdrukpreparaten gemaakt van het weefsel van de vleermuis. Dat betekent dat er een heel dun laagje cellen op een glaasje wordt gestempeld. Dat wordt onder de microscoop bekeken. Misschien dat met die cellen iets niet goed is, of misschien zaten daar wel parasieten of bacteriën in. Zo heeft Arjanna ook een beetje ontlasting uit de darm gehaald. Zou daar misschien een dodelijke infectie in te vinden zijn? Nee, ik heb niks gevonden in het mestmonster. Dus ook geen parasieten, dus dat kunnen we ook afstrepen van het lijstje van eventuele doodsoorzaak. Er worden stukjes orgaan opgestuurd naar Utrecht. Daar zit de faculteit diergeneeskunde van de universiteit. Misschien dat ze daar wat verder komen. Dit gaat naar Utrecht. Ja, ik ga hem goed beschrijven, zodat in Utrecht ook weten om welk dier het gaat. Andere delen van organen blijven hier in Blijdorp. Een deel wordt op kweek gezet en daardoor kun je later zien of er misschien bacteriën in het lichaam zaten. Ik vind niet zo heel erg veel. De hart ziet er goed uit. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de dierenarts. En als die akkoord is, dan verdwijnen de resten van de vleermuizen in een ton om later verbrand te worden. Ach, kijk nou eens, nog meer werk voor vandaag. Arjanna's collega's zijn vast maar begonnen. Voorlopig zijn ze hier nog wel even bezig.